reilen en zeilen de dingen. Deze week kijken we op dit tijdstip achter de schermen. Vandaag een kijkje achter de schermen bij de bioscoop. Ja, wie komen we daar tegen achter de schermen? Dat is Joris Springer, hoofdtechniek van Kinepolis Almere. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben dan nog een beetje het beeld dat er helemaal achter in de bioscoopzaal iemand zit die met grote filmrollen bezig is om die op het projectieapparaat te laden en op die manier die film dan te vertonen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet meer zo tegenwoordig, hè? Nee, dat is al een paar jaar voorbij. Hoe gaat het nu? Tegenwoordig krijgen wij via een internetverbinding of via een leverancier met een harde schijf, krijgen wij de films binnen. En die uploaden wij dan naar een centrale computer, onze library noemen we dat. En die versturen we dan naar de servers toe in de zalen, waar vandaan we ze af kunnen spelen. Ja, Joris, ik heb nog wel eens, als ik vroeger, hè, dat doe ik nu helemaal niet meer hoor, illegaal muziek downloaden of zo, dan haalde ik wel eens een bestandje binnen wat dan tijdens het beluisteren, terwijl ik het al bijna had gebrand op de DVD, op mijn cd'tje, kwam ik erachter, zat er allemaal storing in of piepte of zo. Betekent dat jullie elke keer ook moeten die hele film moeten kijken of hij goed is, of hij goed op die server terecht is gekomen? Nee, gelukkig hoeft dat niet. De servers die zeggen geven zelf aan als wij de film aan het kopiëren zijn. Zeggen ze wel van, er is iets mis met het bestand. Neem contact op. En dan nemen wij contact op met de distributeur van, jongens, de film doet het gewoon niet. Ja. En dan wordt het gestopt. Dan zet ik even naar je te kijken. Je bent in ieder geval geen 23 meer. Dus je hebt nog wel meegemaakt dat het zeg maar op die oude manier werkte. Was dat eigenlijk niet leuker? Het was anders. Kijk, met digitaal kun je zoveel meer dingen. Het is zo diverser geworden. Bijvoorbeeld, we hebben nu een evenement van de gemeente in een zaal hiernaast. Ja. Wij kunnen veel meer met de digitale projectie. Ook veel leukere dingen doen voor de bezoekers als ze willen. Maar wat kan je dan allemaal meer? Nou, bijvoorbeeld, als je wilt, kan je een gameconsole aansluiten in de zaal. Gewoon op het scherm en op het scherm dan vertonen? Ja, of Windersheim, die heeft 1 à 2 keer in de week colleges bij ons. Ja, dus dat kan met digitaal, dat kon vroeger niet. Nee. Maar is er dan helemaal geen sprake meer van een projector? Het is nog steeds een projector. Sommige mensen komen binnen en zeggen, dat is een beamer. Nee, projector doet wel wat meer dan een beamer. Dus het is nog steeds een hele grote machine met een hele grote lamp. Behalve in onze grote zaal, die heeft een laser. En de basis is hetzelfde, alleen niet meer in plaats van film is het echt van nulletjes en eentjes wat door de machine heen gaat. Ja, dat lijkt me ook minder brandgevaarlijk, want dat was toch altijd wel zo'n risico met die projectors, hè? In die grote rollen die daarop vastgemaakt moesten worden. In de laatste paar jaren was het dan celluloid, dat brandt niet meer zo heel erg snel, komt nog wel. Maar het is niet meer brandgevaarlijk, het is anders. En wat betekent dat voor de beeldkwaliteit? Is die scherper geworden? Ja, beeldkwaliteit. Anders. Het is anders. Je kan het, het werkt anders qua principe, zeg maar. Leg uit. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld 3D-films of zo. Heb je daar dan bijvoorbeeld een grotere server voor nodig of een andere projector? Nee, zelfde projector. De film is alleen wat groter. Het is alleen, je hebt bijvoorbeeld je hebt IMAX-films. IMAX gebruikt echt hele grote camera's. Dat is echt het neusje van de zalm om films op te nemen. En dat is dan 12K resolutie. Nou ja, thuis hebben we misschien 4K. Dus film is op dit moment nog steeds echt heel hoge kwaliteit. Het is alleen, het wordt anders verwerkt. Wat komt er nou snel nog aan dat er iets gaat veranderen? Je hebt op dit moment in een aantal landen, daar zijn de projectoren vervangen door LED-schermen. Het is op dit moment helemaal hot. Er is een bioscoop in Zwitserland, geloof ik. Die heeft 10 zalen, alleen maar LED-schermen. Doeken zijn wat kleiner, zeg maar te noemen. Want het zijn echt hele grote televisies met panelen. Maar dat is in de verre toekomst misschien wel wat de projector gaat vervangen. Ja. Nou vond ik bijvoorbeeld bij de eerste, bij zo'n Lord of the Rings film, volgens mij was het eentje van die Hobbit films, daar hadden ze een bepaald soort sluitertijd gebruikt voor die film. Dan moest je wel een bril op, maar dat was net of je erbij was. Het was dat filmische gaat er een beetje af door die digitale manier van film kijken. Merk jij dat ook? Ja, dat is een techniek die noemen ze high frame rate. Normaal gesproken draaien wij films op 24 plaatjes per seconde, soms 25.
En The Hobbit was 48 frames per seconde. En het grote nadeel van 48 frames per seconde is, dat zag je vooral in die laatste Hobbit-film, dan lijkt het eigenlijk zo nep dat de hele illusie van je zit in die wereld, dat helemaal verloren gaat. Ja, dus eigenlijk moeten ze maar mondjesmaat die techniek gebruiken als filmproducent. Maar ze moeten het verbeteren. Ja. Nee, zeg maar. Nee, ga maar. Kijk, op dit moment is de techniek nog niet zo ver dat je het echt heel realistisch over kan brengen. Misschien over 10 jaar dat ze het beter onder de knie hebben. Ja. Het is in ieder geval wel zo dat het wordt steeds digitaler en ja, denk ik ook steeds meer geautomatiseerd. Blijft er voor jou eigenlijk nog wel werk over? Want je hoeft dus niet meer al die spoelen te vervangen op die projector en zo. Ja, deze machines moeten ook onderhoud krijgen. Iedere maand controleren wij in alle zalen het beeld, het geluid, het volume. De machine wordt schoongemaakt. De lamp moet vervangen worden natuurlijk op een gegeven moment. Ja. Hey, maar wat betekent dat eigenlijk? Als je beeld controleert in zo'n zaal, dan zet je gewoon een film op en dan ga je zitten kijken? Of het goed is? Nee, Kinepolis heeft echt een heel schema van testpatronen die wij moeten nalopen. Waarbij we echt het beeld forceren van wat de optimale scherpte te krijgen. Wij willen een zo scherp mogelijk plaatje natuurlijk krijgen. En ja, daar zijn we dan toch van 1/2 uur per zaal bijvoorbeeld mee bezig. Ja, en alleen op die manier kun je dus wegzakken in je stoel en je helemaal onderdompelen in een hele andere wereld. Joris Springer van Kinepolis in Almere, heel erg bedankt voor dat kijkje achter de schermen.